continu AB testen om te leren en te vragen aan de markt eerder dan intern te vragen. Jongens! Zeg Jelle, wie gaan we hier eigenlijk interviewen? Gerrit De Wilde, de marketingdirecteur van Renson. Oké, we gaan eens vragen. Hè. Ah, de mannen van Airitchum zijn ook hier. Jelle leest de reclame. Ik zit hier dus naast Gerrit De Wilde, de marketingdirecteur van Renson. Zeg eens Gerrit, wat doet Renson precies? Wel, Renson is een van de marktleiders eigenlijk in ventilatie. Ook in outdoor experience en ook in zonnewering. Dat is eigenlijk onze specialisatie. Oh, die burelen, dat is hier al even groot als de showroom. Hier dat marketingteam vinden. Kan je even zeggen, hoe is 2018 geweest voor Renson? Is er veel veranderd op marketingvlak? 2018? Ja, we zien toch wel eigenlijk transitie in marketing. Waar we zitten eigenlijk in constructie, in bouw. Dus waar je zag dat, laten we zeggen, 3 jaar geleden nog vrij de traditionele kanalen waren die we eigenlijk gingen gebruiken. Beurzen bijvoorbeeld of advertising, heel veel offline. Zie je heel snel een heel grote verandering optreden. En ik denk dat vorig jaar eigenlijk een soort van kantelmoment is geweest. Om te zeggen van kijk, misschien moeten we onze traditionele manier, tussen aanhalingstekens hoor, eigenlijk gaan herbekijken. En eigenlijk de hele mix van marketingelementen die we gaan gebruiken eigenlijk gaan herbekijken. Ook meer in de richting van het digitale bijvoorbeeld. Maar ook niet zozeer enkel het digitaal, maar ook hoe positioneren we onze producten. Minder producten, maar meer oplossingen eigenlijk. En meer experience. Eerder dan roosters of eerder dan zonnewering. Even over het marketingteam binnen Renson. Hoe ziet het marketingteam er juist uit? Welke rollen zijn er? Ja, op dit ogenblik is het marketingteam eigenlijk opgesplitst in een aantal blokken. Je hebt het eerste blok is alles wat te maken heeft met advertising en public relations, contacten met pers en dergelijke. Daar hebben we een aantal dedicated mensen nodig. Dat is heel belangrijk, omdat de oplossingen die wij brengen, het vraagt een stukje evangelisatiewerk. Dus voor ons eigenlijk heel belangrijk. Dag perswoordvoerder. Hallo. Waar zijn we mee bezig vandaag? We zijn van alles aan het aanleveren aan de vakbladen waar we mee samenwerken. Vooral nu Franstalige teksten over zonwering, maar dat gaat ook over ventilatie. Ja, het is heel verscheiden hè, bij ons. Ja. Dus ventilatie, zonwering, outdoor living. Dus de vakpers, dat is wel belangrijk voor vakpers jullie? Vakpers is belangrijk, maar ook B2C pers is net zo belangrijk. Wij proberen de twee kanalen te bespelen. Dus zowel architecten die onze rechtstreeks klanten zijn, installateurs, voorschrijvers, maar net zo goed ook een beetje de vraag creëren bij eindconsumenten die dan naar onze producten gaan vragen bij die architecten en bij die installateurs. Zeg, en die vakpers, is dat dan gedrukte of ook online pers? Dat evolueert meer en meer naar online pers uiteraard. Al zie je bij vakbladen wel nog de trend dat papier wel blijft zijn waarde hebben. Ja. Maar meer en meer van die vakbladen hebben ook een online platform, gaan ook nieuwsbrieven uitsturen, gaan ook online communiceren. Dus dat is echt een combinatie van de twee. B2C zie je wel nog meer die trend naar online, maar in vakpers merk je toch dat er nog graag een architect een keer een vakblad op zijn bureau heeft er af en toe in bladert en daar toch iets zien passeren. Zeg, maak jij dan ook zo van die filmpjes voor de vakpers? Dat doen we zeker. We proberen op beurzen te filmen, korte impressies, verslagen te maken, maar net zo goed ook case studies. Hè. We gaan op een werf een architect gaan interviewen en we laten die mens eigenlijk ons verhaal doen. Hè. Wat voor ons contentmatig veel interessanter is dan dat we zelf uitbazuinen en dat we de beste zijn of dat we de beste producten hebben, laten we dat onze klanten vertellen. Bij een project van hen, architect aan het woord, installateur aan het woord. Mooi, mooi. Opdrachtgever aan het woord en zij vertellen ons verhaal. Een tweede blok bestaat uit mensen die zich bezighouden met alles wat te maken heeft met beurzen en point of sales materialen en dergelijke. Om u een idee te geven, we doen ongeveer 120 events per jaar. Zijn er toch redelijk veel. Dus we hebben een dedicated team dat zich eigenlijk uitsluitend gaat bezighouden met het opzetten van het verhaal vertellen op standen. Gaan bekijken van resultaten en dergelijke meer. En dat hebben we nodig. Ook al doen we misschien een klein beetje minder events dan nog, hebben we het team nodig. Het derde blok is dan eigenlijk mensen die alles wat te maken heeft met print, drukwerk, opmaken, DTP, noem maar op eigenlijk. We hebben een vrij groot team, dat doen we heel veel zelf nog eigenlijk binnen dit bedrijf. Omdat het ons heel veel flexibiliteit levert en we heel talentvolle mensen hebben. Ja. En dan, last but not least, is er natuurlijk ook het online team.
Ze hebben ook een specifiek online team. Het bestaat uit een aantal online marketeers, opzetten van marketing automation flows, opzetten van campaigning, multiple touchpoint, geïntegreerd. Maar ook het schrijven, SEO-gerelateerd schrijven en dergelijke. Maar ook webarchitectuur en webmaster en dergelijke hoort binnen het marketingteam. Met wel heel korte lijnen naar IT uiteraard. Hè. Korter en korter. Ik ben bezig met online marketing. Ja, en, online marketing, we zitten goed. Ja, ik ben eigenlijk op dit moment aan het kijken naar onze analytics. Hoe het zit met trafiek naar onze website. Veel volk op de analytics. We zijn eigenlijk aan het kijken. We zijn aan het transformeren van een oude site naar een nieuwe site. Ja. En we proberen daar een goed redirect plan achter te steken. En moet je dan ook al die URL's zo optimaliseren voor SEO en van die dingen? Dat is heel belangrijk. Ja, dat mensen terug op de pagina komen waar ze vroeger op kwamen. En dat Google u nog vindt. Ook heel belangrijk. Google houden we zeker rekening mee. Ja. Dus we moeten op heel veel zaken letten. Hier wordt voor alles gezorgd. Die website wordt top. En daarnaast hebben we ook nog een aantal lokale marketeers in onze belangrijkste landen, zoals België uiteraard, maar ook Nederland, Duitsland, Frankrijk en een aantal exportlanden ook. En zo ziet eigenlijk de marketingafdeling er op dit ogenblik uit. Mensen van het marketingteam hebben nu meeting, dus ik ga ze laten. Zeg maar Lien, nu we toch naar een meeting gaan, wat doe jij zoal in het marketingteam? Ik werk ook voor de website, net zoals Femke eigenlijk, en voor advertising opvolging. Tof. En wat is uw favoriete platform om te adverteren? Toch wel Google Ads. Google Ads kan dat. Blijft de belangrijkste, ja, inderdaad. Beste conversies ook? Ja, alhoewel, dat Bing toch ook wel mooie conversies. Bing? Ja, voor onze doelgroep voor auto toch wel. En Instagram, begint dat al bij jullie of nog niet? Ja, dat ook wel. Facebook, Instagram, dat ook wel. Ja, inderdaad. Oké, mooi. Ja. Wel, goede meeting alleszins. Ja, dank u wel. Ik hoor ook zeer veel zaken worden in-house gedaan, uitgevoerd. Zijn er ook externe agentschappen waar jullie mee samenwerken? Hoe loopt die samenwerking? Ja, uiteraard. Er zijn in al de blokken die ik net vermeld heb, er zijn altijd wel agentschappen bij betrokken eigenlijk, omdat we, ook al hebben we wel veel expertise in huis en heel veel kennis en ervaring, dan hebben we toch niet alle kennis en alle ervaring. Dus we werken met een aantal agentschappen samen, zowel wat betreft het online gedeelte, als wat betreft eigenlijk het DTP-gedeelte, het rendering-gedeelte, noem maar op. Minder in events, omdat we dat eigenlijk vrij goed onder controle hebben. Ja, dus dan zijn er ook nieuwe agentschappen aan bod gekomen die bepaalde expertises aanbrachten, die daarvoor niet aanwezig waren. Ja, maar niet zozeer, hoe moet ik het zeggen, het kan misschien wel vreemd klinken, niet zozeer creatieve inbreng, maar veel meer data-interpretatie. Wij meten alles. Ja, klinkt helemaal niet vreemd. En dat is eigenlijk heel gespecialiseerde kennis eigenlijk. Dus wij denken soms wel van de cijfers of niet enkel visits en conversions, maar we doen alles, we doen heatmaps, we doen noem maar op. Ja. Maar voor ons is het niet altijd duidelijk wat de cijfers zeggen. Dus wij schakelen veel meer en meer expertise in om ons te helpen bij het interpreteren van data. Ja. Want eigenlijk, en dat is misschien een andere mantra, maar data is key. Ja. Dus in mijn opinie is de dagen van gut feeling eigenlijk wel voorbij. Ja. Dus we proberen te meten, we proberen te testen, we doen continu AB-testen om te leren en te vragen aan de markt eerder dan intern te vragen. Ja. Dus je komt dan ook via die data meer en meer een iteratief proces van blijvend inderdaad. Optimaliseren. Ja, blijven, inderdaad. Ja. En automatiseren eigenlijk ook. We zijn een beperkt team, maar we hebben heel veel, er zijn heel veel uitdagingen. We zijn ook niet de enige op de markt. We zijn nog altijd als hoe moet ik het zeggen? Innovatie zit in ons DNA, want we willen dat ook wel blijven bewaren eigenlijk. En marketing en de manier waarop dat we ermee omgaan, ook met content omgaan, kan daar een belangrijke rol in spelen. Als ik zeg digitalisering, wat roept dat bij jou op in de context van Rensson op dit moment? Het is heel breed eigenlijk, omdat we hebben tot nog toe over marketing gesproken. Ja. Maar eigenlijk binnen Rensson zijn we eigenlijk met een volledig digitale transformatieproces bezig. Ja. Dus het roept niet zozeer social en web en zo op, het roept veel meer customer intimacy op eigenlijk. Mm-hmm. Daar gaat het om. Zodanig dat we eigenlijk met de juiste argumenten en de juiste content naar de juiste persoon kunnen gaan. Mm-hmm. En het is dan ook helemaal in lijn met de producten die we ontwikkelen. Want welke soort van producten proberen we ontwikkelen? Allemaal connected. Ja. Allemaal in de cloud. Ja. Allemaal hyper individueel eigenlijk. Mm-hmm. En we proberen vanuit marketing daarop in te spelen. Dus customer intimacy is synoniem voor mij voor digitaal, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja.
naast dan de gebruikelijke technologieën en dergelijke, die toch elke maand veranderen. Customer intimacy, dan spreken we dus van de eindklant. Ja, eindklant, beiden, zowel naar de ambassador toe, om daar toch altijd wel te weten van wat werkt er niet, hoe kunnen we hem helpen met de markt te ontwikkelen en dergelijke. Ja. Maar daarnaast ook kennis te vergaren over wie zijn onze eindklanten, hoe denken zij, wat werkt er niet. Welke verhalen moeten we vertellen, want het storytelling, wat we proberen te doen eigenlijk. En experience, want we zitten wel in constructie, maar eigenlijk gaat het over outdoor experience en het gaat over daylight experience. En zo proberen we toch wel meer en meer te communiceren, omdat we ook wel zien dat de wereld vandaag zo in elkaar zit eigenlijk. Ja, is de wereld, zijn de klanten daarin steeds veel eisender geworden op digitaal vlak dan? Ik vind het wel eigenlijk. Al was het maar de mindset en perceptie van antwoorden nu en niet antwoorden morgen. Ja. Maar ook wel een antwoord op een persoonlijke vraag eigenlijk. En niet meer een algemeen antwoord, daar komen we niet meer mee weg eigenlijk. En terecht waarschijnlijk, hè. Begrijp me niet verkeerd. Dus en dat reflecteert zich ook in de organisatie. Hè. Reflecteert zich ook in marketingorganisatie. Van hoe ga je om met social media? Kan je 24 uur wachten voor een leer je een antwoord geeft? Heb je quick response teams en dergelijke nodig om ermee om te gaan en zo? Dus we denken er wel over na. Hè. Hoe moeten we ons organiseren om juist de hogere eisenstelling van onze potentiële klanten en klanten te kunnen bevredigen eigenlijk. Ja, ja. Dus grote wijzigingen eigenlijk. Ja, heel even over die voice of customer. Jullie doen dan ook zelf marktstudies? Ja, we doen beide eigenlijk. Dus we bevragen onze klanten zelf. We hebben al een aantal mensen die echt heel goed zijn in data-analyse en in market research. Niet binnen de marketingafdeling, maar daarbuiten. Maar we benchmarken natuurlijk. Hè. We benchmarken met peer companies, we benchmarken met door het bekijken van externe rapporten. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van wisselwerking. Ja. Even over jullie media mix. Hoe ziet om te beginnen de verhouding tussen online en offline media eruit binnen Rensel? Op dit ogenblik, ik moet zeggen, is er nog een groot stukje offline. Maar ik moet eerlijk bekennen dat het is heel landspecifiek. Want ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. En ook daar weten we het mediagebruik van onze klanten. En bijvoorbeeld in bepaalde landen zoals Groot-Brittannië bijvoorbeeld, of zoals Frankrijk, is print nog heel belangrijk. In andere landen, zoals misschien Nederland en ook wel België, begint het belang daar wel van af te nemen. Ja. Dus je ziet wel een shift in onze mediamix en in onze spend offline-online. Maar het offline gedeelte is nog altijd groter dan het offline gedeelte is nog altijd groter dan het online gedeelte. Wat we wel doen met het online gedeelte, en ik heb het al een paar malen gezegd, is testen. We testen heel veel. Niet noodzakelijkerwijze. Het staat in magazines en blogs en dergelijke, maar ook veel social de laatste tijd. Ja. Om te zien van wat werkt er, leeftijdscategorieën, regio's, rond de ambassadors zien we meer quotations en dergelijke tevoorschijn komen. Want uiteindelijk moeten we wel producten verkopen. Hebben jullie tot op heden al channelconflicten ervaren, gemerkt? Nee, tot nu toe? Maar we zijn eigenlijk ook maar de eerste passen, de eerste stappen aan het zetten. Ja. Dus nee, ik kom van andere werelden waar channelconflicten eigenlijk dag in dag uit, wat dat eigenlijk soms ook niet slecht was. Maar hier niet eigenlijk. En ik moet eerlijk bekennen, we dragen zorg voor onze klanten eigenlijk ook. Ja. Dus als we dat doen, als we e-commerce producten doen, dan zijn dat echt wel producten die eigenlijk voor hen minder eigenlijk revenue kunnen genereren of die van minder belang zouden kunnen zijn of zo. Dus meer add-on. Voor ons is het eigenlijk, wij kunnen dat, het zijn goede producten, we kunnen die verkopen, we kunnen er eigenlijk een zekere marge, een zekere turnover genereren en dat is goed. Want ik hoor online wat belangrijker, we moeten zeker stappen zetten in e-commerce, maar laat ons de baby niet met het badwater. Nee, inderdaad. En het is ook eerder van hoe kunnen we eigenlijk vanuit een online perspectief nog dichter samenwerken met onze ambassadors en zo. Ja. Ze hebben ook systemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze informatie kunnen pushen op hun systemen bijvoorbeeld? Ja. En dat zijn wel vragen die meer en meer naar voren komen. Hè. We hebben onze systemen. Kun je ervoor zorgen dat je vanuit je product cataloging management system eigenlijk alle productdetails kunt. Dus die ambassadors ondersteunen in hun digitalisering? Ook. Daar zijn we eigenlijk in eerste instantie mee bezig eigenlijk. Van hoe kunnen we er zorg voor dragen dat ze eigenlijk altijd de laatste informatie hebben, als een voorbeeld. Is er een online resultaat dat je de laatste jaren verrast heeft, dat is bijgebleven?
wat mij bijblijft is dat het werkt eigenlijk. Ja. Als je maar volhoudt. Ja. Ik ben afgestapt van eigenlijk de quickwins, eerlijk gezegd. Ja. In het begin had ik wel, toen ik nog jong en onbesproken was, had ik wel het idee van dat het heel snel heel veel resultaten kon opleveren. Dat is niet het geval, maar volhouden werkt eigenlijk wel heel goed. Eigenlijk. Ja. En dan niet zozeer naar visits en zo, omdat het mij minder interesseert en zo. Of ja. Maar naar conversions en naar return on investment en naar revenue eigenlijk. Ja. Dat je binnen de marketing bijna kunt beschouwd worden als een revenue generator, eerder dan als een spend departement. Ja, ja. En dat heeft mij wel verrast, want de voorgaande 25 jaar was dat veel moeilijker om te tonen. En ook dat je, sinds toch bepaalde tools zijn, dat je ook in de sales cycle vanuit de marketingafdeling veel verder kunt gaan ook. Ja. Dus eerder dan, ik heb hier leads en die zijn tot op zekere hoogte, hebben die een score gekregen. Ja, en je gooit ze maar door. En je gooit ze maar door en dat beginnen we minder en minder te doen. Wij nemen het veel verder in de sales cycle en we geven het veel later door, maar gestuurder. Dan hebben we het over nurturing via e-mails. Ja, bijvoorbeeld, ja. En ook dat, wat het leuke is aan heel het online gebeuren is, en als het dan het meten is ook, je hebt verschillende soorten van kanalen met verschillende soorten van publieken en dergelijke. Dus hier speel ik het gezondheidsverhaal en hier speel ik het producttechnisch verhaal en hier speel ik het klantenverhaal of zo. Ja. En je ziet en je kan het zelfs zien dat het elkaar versterkt. Jullie zijn eigenlijk dus veel bezig met content marketing ook. Ja, dat is ook een van de grote dada's eigenlijk. Ja. Op dit ogenblik wordt de marketingafdeling nog beschouwd als de marketing communications afdeling. Mm-hmm. Maar mijn grote hoop, en dat heb ik wel kunnen bekomen in mijn vorige firma waar ik werkte, is dat een soort van content development afdeling wordt. Ja. Enkel content en data en dat de rest zijn kanalen en zijn marketingmix elementen. En die zullen we wel toepassen. Naar gaan wij denken dat het het meest optimale resultaat zou geven. Maar het gaat allemaal over content en over data en meer en meer. Wat je net ook zei, van, ik zie de rol van marketing, van marketingcommunicatie naar iets breders evolueren. Ja. Waar eigenlijk moet ik het zien als een soort customer journey afdeling. Customer journey persona afdeling bijna. We zijn er nog niet. Het is moeilijk, hè, customer journey, want het is iets dan. Ik zie het niet als iets lineair. Mm-hmm. En zeker niet bij online, waar mensen langs halverwege, begin, einde kunnen binnenkomen en dan kunnen teruggaan en zo. Het is een soort van honingraad bijna, als ik het zo mag zeggen. Dus het is heel moeilijk eigenlijk om je online tools in functie van customer journey te gaan definiëren. We proberen wel, gesimplificeerd. En we proberen wel binnen Renson nu eigenlijk personas te gaan definiëren. En afhankelijk van welke personen krijg je welke content modules te zien en zo. Maar we hebben nog een weg te gaan eigenlijk. Oké, we houden het spannend. Dus ik hoor, er beweegt veel, er komen spannende tijden aan. Misschien nog één vraag om af te sluiten. Mm-hmm. Je hoort wel eens dat vroeger de marketeers het in bedrijven voor het zeggen hadden. En dat vandaag het vaker de CFO, soms zelfs de IT-directeur is in de boardroom die het voor het zeggen heeft. Mm-hmm. Hoe zie je dat evolueren of hoe ervaar je dat? Ik heb mixte ervaringen eigenlijk, eerlijk gezegd. Binnen Renson zie ik het eerder als een soort van team effort. Maar als ik zie naar de beslissingen die we nemen en de richting van beslissingen en zo, dan is het toch eigenlijk wel de klant en de markt die dicteert, eerlijk gezegd. Ja. Is het niet zozeer een interne struggle, maar is het van wat zegt de klant als een soort van eerste vraag? En dan zullen we wel beslissen. En dan natuurlijk is het een zaak van je projecten goed te argumenteren, zodanig dat je de euro's krijgt natuurlijk om het te kunnen realiseren. Heel mooie afsluiter. Gert de Wilde, heel erg bedankt. Het is mijn klinkt heel mooi. Ik stel voor dat we ook eens naar je marketingteam gaan kijken. Ja, absoluut. Zullen we maar? Ja, oké. En is die al een beetje gelukt? Ja, ze zijn allemaal in meeting, maar ik heb hier de Google Analytics over gelegd. Ik heb wel.